Het was een heerlijke dag voor een bezoek van de ouderen aan Fort Willem in Maastricht. In 1815 nog gebouwd als reactie op de mobilisatie van Napoleon Bonaparte, maar twee eeuwen later vooral bekend als sociëteit van studentenvereniging Tragos. Ja, nou, ik ben echt, dit is een unieke moment. Bent u hier voor de ontgroening? Dat zijn we al lang. Of is dat juist leuk? Ik ben niet zo van uit zo'n goede bank moet gevallen. Absoluut niet. Nee. Want afgelopen jaar kwam dit terrein vooral in het nieuws door ruzie met de brandweer of een ontgroening die volledig ontspoorde nadat studenten werden vernederd met urine en braaksel. Als er een grens wordt overschreden die wat we nu zien, dan is er geen tolerantie meer. Wat er toen is gebeurd, dat is iets waar Tragos niet voor staat. Het is heel spijtig dat het is gebeurd. En niet alleen spijtig, het kostte de vereniging ook een hoop geld. Want de bestuursbeurzen van ruim 30.000 euro werden ingetrokken. Een nieuwe aanvraag voor komend jaar is ingediend. En dus zetten de studenten hun beste beentje voor bij de ontvangst van de oudere stadsgenoten. Thee voor warme hand te krijgen. Is het wel thee? Want er staat geen anders op het bekertje. Ja, weet ik niet. Misschien heb je wel een scheutje erin gedaan. Maar het is de warmte. Heerlijk. Het leverde een ontzettend leuke, spontane en vertederende sfeer op in het klassieke fort. Ze hebben het hier fijn, die meisjes en de jongens. Hier is een jongens in de bij. Heb ik al gezegd, ja. Superleuk. En wat leren jullie nu van de dames? De wat rijpere dames, zullen we zeggen. Wij leren heel veel over het, hoe het in hun leven hier aan toe ging. Over hoe Maastricht misschien anders was toen. En ja, ik vind het ook heel interessant om te horen wat mevrouw zoal in haar leven heeft gedaan. Wat ze meegemaakt heeft. En bij dat respect over en weer paste ook af en toe een plagerij over de excessen van Tragos van de afgelopen jaren. Ik heb net een vraag gekregen. In ieder geval een grapje van een van de ouderen, een opmerking. En dat was te verwachten.